een robuust watersysteem in het landelijk gebied. Water in het landelijk gebied is belangrijk voor de landbouw en de natuur. Als waterschap staan wij voor het oppervlaktewater in het landelijk gebied. We houden grip op het watersysteem door te monitoren. En aan de hand van onze kennis adviseren, faciliteren en beheren we. We werken gebiedsgericht samen. Hierbij verbinden we de doelen van provincies, gemeenten, agrariërs en natuurorganisaties. Onze kennis is hierbij waardevol. Bij het maaibeheer zoeken we naar de juiste balans tussen ecologie en peilbeheer. Door begroeiing te sparen en hout te laten liggen, geven we de natuur de ruimte. Klimaatverandering vraagt ons naast het afvoeren van water steeds meer te richten op het vasthouden van water. Dit kunnen we niet alleen. Nieuwe samenwerkingen en verandering van taken is daarom nodig. De grondwatervoorraad op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug wordt steeds belangrijker. Samen met partners zoeken we naar verstandige verdeling van het schaarse grondwater. Met grondstoffen en kennis willen we bijdragen aan het sluiten van de landbouwkringloop en het stimuleren van de energietransitie. Zo gebruiken we maïsel als bodemverbeteraar en wekken we energie op in het watersysteem. Technologie gaat meer voor ons betekenen. Sensoren en meetapparatuur genereren veel data en informatie die gebruikt kan worden bij het nemen van beslissingen. Dit alles om het robuuste watersysteem in landelijk gebied te stimuleren en verbeteren.